verkiezingen aan in oktober van dit jaar. We zullen zien hoe de coalitie valt en wat er met de nominatieve toelage zal gebeuren. Van ons mag dat, waar akkoorden moeten gerespecteerd worden. Wij zullen dat ook doen, dat noemen ze besturenpiet. Dat is misschien iets dat u niet echt kent, maar we moeten dat eens proberen op een consequente manier te doen. Het dierenasiel, dat ga ik overlaten aan het schip van dierenwelzijn. Natuurlijk wel sympathieke voorstel van het dienst. Dat zijn afspraken die gemaakt zijn en we moeten daar niet individueel beginnen aan te prutsen, want iedereen heeft wel de vraag om hier of daar een snoepje uit te delen. Ik denk trouwens wat betreft het beleid van dit bestuur rond dierenwelzijn, zijn er heel veel initiatieven genomen. Wij zullen ook trouwens de bouw van een nieuw dierenasiel faciliteren. We zijn volop met dat dossier bezig. We hebben nog vele andere initiatieven genomen rond dierenwelzijn. En zoals burgemeester zei, een nieuwe legislatuur, bij de start van een nieuwe legislatuur, een nieuwe bestuursploeg, kunnen uiteraard die nominatieve subsidies terug herbekeken worden. En wat mij betreft zullen we ook het ganse beleid van dierenwelzijn terug tegen het licht houden en zien hoe dat we daar bijkomende initiatieven kunnen innemen als wij daarin betrokken worden.